En als je kijkt naar, een beetje off track, maar als je kijkt naar toen de tijd, toen je al deze winkels had opgestart, ja. Wat is nu het grootste verschil van toen en nu, zeg maar? Want ik denk niet dat het nu zo makkelijk is om voor een 18-jarige gewoon, want het is 18 en 23. Zoveel winkels. Of is het wel? Ik denk het wel, man. Ik denk het wel. Kijk, het is niet moeilijk om het te beginnen. Het is gewoon moeilijk om het te maintainen. Ja. En ik heb het wel opgestart, maar ik heb het ook niet kunnen maintainen. Ik heb dat gedaan tussen mijn 19e en mijn 23e. Mm. Toch? En het was super tof. Maar ook behoorlijk wat ups en downs. Weet je, gewoon zoveel kennis die je opdoet terwijl je het aan het doen bent. Maar ik was gewoon een persoon die, als ik een idee had, wilde ik het doen. En dat heeft voordelen en het heeft nadelen. En financieel heeft het heel veel nadelen gehad, maar ook voordelen. Ik heb mooie tijden gehad, weet je. Ik heb mooie dingen gedaan. Ja, maar ik denk dat het nog steeds zou kunnen. Kijk die jongens van TNO zijn ook jong. Weet je toch? Jongens van Smip zijn ook jong. Ik denk wel dat het kan, maar ik denk gewoon dat misschien mijn onwetendheid zorgde ervoor dat ik minder angst had. Mm. En het gewoon deed. En ik denk dat nu mensen veel meer geïnformeerd zijn, maar breed geïnformeerd. Dus je weet een beetje van alles. Dus misschien creëert dat eerder angsten. Ja. Ik weet het niet.